We hebben een prototype ontwikkeld van een dashboard voor studenten. En dat is een dashboard wat feedback geeft over gedragingen die ze hebben verricht op de online leeromgeving, in dit geval Blackboard. En het idee erachter is dat als een student te laat materialen downloadt, hij aangespoord kan worden om dat in het vervolg eerder te gaan doen. Waarbij de aanname is dat hoe eerder je begint, hoe beter de resultaten zullen zijn. We hebben een kleine enquête gedaan onder docenten en dan merk je dat er docenten zijn die enthousiast zijn en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van Learning Analytics. Maar er zijn ook docenten die heel terughoudend zijn, die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb zelf wel een goede indruk van hoe mijn studenten presteren. En die ook aangeven, ja, ik krijg een beetje een Big Brother gevoel bij en moeten we dat wel willen? Wat ik een hele belangrijke les ook daarbij vond, is dat introductie van Learning Analytics in het onderwijs echt een heel groot punt van aandacht is. Dus dat moet je heel zorgvuldig doen. Dat kun je niet zomaar neerleggen van dit presenteren we en doe daar iets mee. Maar besteed echt aandacht aan ook de didactische waarde die dat kan hebben.